Yo, mensen, goeden van dn.nl. Met vandaag een nieuwe video voor jij. En vandaag ben ik hier met mijn rewards van de afgelopen week. Ik heb een weekly gespeeld, zoals jullie weten, ben ik 22 afgeëindigd. Oh, ik baal als een stekker. Maar komende week ga ik zeker elite halen, want ik ben echt fucking leuk. Zoals jullie weten, uh, moet je een duimpje op deze video. Uh, ja, maar als je dat niet doet, dan. Uh, ja, oh, oh, dan krijg je zoveel bullshit tegen deze week dat Oh, dat kan ik je echt niet aanraden. Dus doe even een duimpje omhoog. Bel je ook niet gewoon even bij mijn kanaal kan? Beneden, doe dat ook zeker. En dan gaan we even kijken. Mijn team ziet er nu zo uit. Dit is hoe mijn team op dit moment uh, ja, ervoor de, 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 de staat. Um, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het heel goed. Maar als je naar stats kijkt, 36 wedstrijden, 18 goals, vind ik een Ja, is eigenlijk wel gewoon fucking goed bij elke wedstrijd wel bij doel betrokken. Maar kan toch beter? Ik wil eigenlijk een icon. Mensen, ik wil eigenlijk gaan voor een icon. En ik wil dat jullie achterlaten in de comments welke icon ik moet halen. Het um, liefst een middenvelder. Dus een CM of een uh, CAM. Aanvallende middenvelder of een verdedigende middenvelder. Dat zou ik het liefst willen. Um, laat even achter in de comments wie jij denkt dat ik moet halen. Ik heb op dit moment niet zoveel coins, 184k. Maar uh, ja, jullie gaan zien wat ik nu ga pakken. Um, ik ben met division rivals uh, divisie 3 gaan het was of uh, rang 3, echt vaak slecht. En toen ben ik voor de Untradeable Packs gegaan. Um, achteraf denk ik: waarom heb ik dat een gedaan? Maar ja, oh, ik krijg ook dit. Oké. Okay. Maar ja, hopelijk krijgen we daar, uh, ja, Prime Gullet in of zo zou wel lekker zijn. Dan heb ik hier nog iets. Kleine nieuwe items. Ik heb geen idee wat dit betekent. Blijkbaar krijg ik twee dingen. Ik heb geen idee waarom ik dat krijg. Ik heb echt geen idee. En dan hebben we nu de Food Championship award? Ik ben dus goud 1 200 200 packs betekent dat. Dat is toch wel weer lekker. Maar ja, ik heb, had, ja, aan de andere kant. En die 3 was nu al helemaal niet heel chill geweest, aangezien. Um, wat zou ik zeggen? Je krijgt dan zo'n inform-pack, maar ze helemaal niet zo heel veel goede informs deze week. Maar deze spelletjes zijn wel heel erg lekker. Laten we deze maar meteen gaan doen. Heb je nog geen even mogen aan Doe het doen. Dat gaat me zeker geluk brengen. Ik wacht wel even. Ja, hmm, yeah. let's go. Gaan we de eerste openen. Kom aan! Oh, Vela is best wel goed. Um, ja, ik ga voor Vela, aangezien die 84 is. Dus dat is best wel chill. En ja, voor, voor, voor squad. Zeg maar. maar voor de rest, ja, word ik er niet heel erg vrolijk van of zo. Ik hoop wel echt dat ik, dat ik Van Dijk krijg ofzo. of zo. Uh, of Alexander zou ik echt tof vinden. Kom op. Gee Alexander. Alexander, Alexander, Alexander. Oh, wat slecht. Oh, deze echt slecht. Ga maar voor Igalo. Gewoon de hoogste. Een beetje pees of zo. Oh, dit is echt slecht. week was het veel beter met de hulk. Deze waren echt slecht. Oh, ik heb ineens. ja ik heb natuurlijk 50k erbij. Wat is dit? Waarom heb ik twee dingen? Claim nieuwe items. Ja, wat is dit? Wat is dit voor onzin? Kijk, jij hebt nu de packies Laten we maar beginnen met die 15k-pack. Die heb ik voor mij gekregen omdat ik de Ronaldo editie besteld heb of zo. Laten we maar beginnen met even een walkoutje. Nee jammer, helaas. Helaas, jammer maar helaas. Jammer dikke pech. Dik dikke 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 Oh, niet vorm! Ik ben 15k-pack. Nee, niet Igalo. Oh mijn god. Igalo. Oké, okay, ik ga Igalo net en nu weer, maar deze kunnen we dan wel verkopen. Niet dat ik hem anders graag had willen houden of zo. Is hij iets waard? Nee, dat dacht ik dus al. Ik ga hem gewoon in mijn transferlijst sturen. Ja, deze gasten. Deze gasten zien een klein beetje coins. Nee. Uh, nou, best wel prima voor zo'n pack. Ik heb hier gewoon oprecht denk ik bijna mijn coins terugverdiend. als verdiend aan zo'n 15kpx. Dus dat is wel lekker. Um, Oké, okay, dan gaan we nu eerst niet beginnen met 100kpx. We doen natuurlijk als laatst. Eerst 35kpx. Kamon. Kom maar op. Lekker. Geen walk in de eerste. Oh, daar baal ik van. Wel borden. Geen, ook geen borden Nederland. Oh, Wijnaldum. Oké, okay, Wijnaldum is wel een paar K als het goed is. Laten we hopen dat we uh, nog wat coins van kunnen krijgen. Mm, heel erg matig. Weer geen Walcott. Ook niet in de tweede. Kom op. Gaia. Echt slecht, wat yo Gania, hij is dus Nederlands. Maar hij is niet voor Nederland gekozen. Maar hij is Nederlands voor mij. Hij heeft in Rotterdam geboren. Oké, okay, nou op. Wat een slechte pack, zegt deze. Jeetje, echt niet, niet voor de untradable packs gaan. Weer geen walkout. Kom op, ik kan me nog één walkoutje geven. Gewoon een uh, untradable walkout. Daar word je niks minder van, hoor Hey. Geen zorgen, Roegania. Hou even even Kellini geven dan zo. hak ik er min nog wat aan. Dit is echt uh, pure kark. Rooney. Nou, je hoort er helemaal niet vrolijk van. Ik wil echt weten welke eigen we kopen, mensen. Oh, mijn god. In je laatste, ook, gewoon nul walkout. Oh, wel borden nu. Wel borden. Kom op, geef wat goeds. Spaans, rechtsback. Carvagal. Oké, okay, oké, okay, okay. Carvagal. Oh, Lucas Vasquez. Uh, geen Carvagal. Carvajal is nog één sinds blij mee geweest. Dit is natuurlijk echt helemaal niks. Oké, okay, laten we de 100 capex mensen. Komt de eerste. Let's go. Kom op. Geen walkout. Oh, ik word genaaid. Ik wil gewoon uh, wel borden. Wel borden. Kom op. Brazilië. Spits. Oh, Jonas. Nee, niet eens. Willian Hosse. Wat een ongelofelijke drama-pack. Is echt niet normaal dit dus, hè. Rafinha. Drama. Donnarumma. Drama. Shakiri. Drama. Grima. Ja, echt zo slecht. Gewoon echt allemaal discard-spelers. What the fuck. We houden er wel 15k aan over. Maar ja, als die andere ook zo is, dan heb ik 80k. Maar Wikileaks. Heb ik fucking uh, 40 points spul voor 80k. Ik op, geen wat goed zien in de laatste. Kom maar. Een walkout. Let's go. Kom op. Geef wat goed. Nee, geen aankunst. Oké, okay, kom, kom op, wel goed. Kom wat goed, kom goed. Duits, CV. Wie is het? Boateng. Hummels, 89. Let's go. Prima, lekker. Oh. oh, lekker. Goed, oh. Goed dansje. Goed dansje. Lekker, Hummels. Blij mee. Ik weet niet of Bodeng of Hummels duurder is. Hier is Hummels altijd wel duurder. Boateng is voor mij 100k. Ik heb geen idee hoe duur Hummels is. We krijgen we nog meer? Uh, Graaf van Martinez. Zaad. Ja, echt heel slecht. Hummels is echt lekker. Oké, okay, 50k, denk ik. 50k, lekker, blij mee. Daar ben ik oprecht helemaal niet ontevreden mee, mensen. Mensen, dit is lekker. Je ben ik echt oprecht heel blij mee. We hebben toch nog best wel aardige rewards gehad. Ik ben er op zich wel tevreden mee. Ja, dat had natuurlijk beter gekund, maar. Had ook zeker slecht als je kunt. Oké, okay, mensen, ik wil nog even nadenken over die icon. Ik wil nog even. Die icon. Ah, er moet toch op zich wel een icon zijn waarvan je denkt, van, die moet je echt hebben. Alleen, ik weet gewoon niet wel. En ik ben echt wel bereid om, uh, om spelers ervoor te verkopen. Want stel je voor, er is een eigen spits heel goed. Dus dan kan ik Griesman verkopen. En dan heb ik al 600 of 700k. Of zo. Ja, dat is natuurlijk echt niet genoeg voor een goede icon. Ja, nou, klote. Ik weet niet waarom ik deze packs over heb, Want die zijn echt ziek slecht. Ik ben ook net bang dat als je van die zilveren spelers hebt in discard. Dan zijn er eens 10K. Dan ben je van. Oh, goeie, cool, je bent zo. Dan denk ik van ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Dat denk ik altijd. Borden. Ah. Zou we nog een Walkout gaan packen in één van deze packs? Ik hebben ook nog die 15k packs zien, ja. Die zijn gewoon duurder dan de special. Gaat nergens over. Wat, waarom pack ik alleen maar die pauper spelen? Dit is voor onzin. Echt, dit is echt van die packs die je naar kijkt. Denk je echt waardeloos gewoon? Ik ga gewoon oprecht de icon die jullie posten, die de meeste likes haalt. Daar ga ik dus Jullie kunnen hem ook gaan trollen, maar doe het alsjeblieft niet. Dus zeg alsjeblieft niet Nesta of zo. Zit die wel goed? Zit Nesta erin eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar zeg dat niet. Doe maar even genoegen. En kies het goede icon. Deze packs waren slecht. Ik ga nu heel snel door deze packs heen. En dan zien jullie uh, hoe snel ik uh, wel of niet uh, iets goeds heb. Oh Werner, oké, okay, niet heel slecht. Trouwens mensen, als jullie dit kijken, dan komen we, zijn de screenspelers komen uit. Dat is leuk. Wil je nou points kopen om die screenspelers te gaan openen? Of om een screensplayer te gaan packen? Ga naar even word Dan in, dan staat linkje in de beschrijving. En dan kan je je FIFA points kopen. Wat een dramatische packluck heb ik vandaag. Trouwens mensen, wat zouden jullie vinden van een... Uh... Oh, ik krijg sterling! What the fuck? 30k! Sterling, out of nowhere, holy shit! Zie ik lekker? Oeh! Ik dacht geen walk -out. Ik dacht. Uh, hoppa, lekker zeg, Gerard. Jezus. Turling. En uit uh, niet zo lang. Boem. Turling op je bakjes. Kijk, dat is nou een goede pack, Jee. Als je dat nou wat vaker aan mij geeft, dat zou vriendelijk zijn. Dan uh, kunnen wij echt hele goede vrienden worden. Ik weet het zeker. In ieder geval wil ik wou zeggen. Wat zou je ervan vinden als ik deze weekend even live ga met de League? Gewoon op zaterdag of zo. Van, uh, even van een uurtje of vier tot acht of ze. Dat is wel heel lang trouwens. Hè? Ik krijg weer borden. Paans, CVM. Ah, oh, Martinez. Ja, oké. Okay, het is heel, geen door, waar, Twee kazen. Maar lijkt u dat wat? Laat het even in de comments. Vind je dat ik live moet gaan zaterdag? Vanaf een uurtje of Ja, een uurtje of vier. Mij lijkt namelijk wel lachen. Want ik ben benieuwd of ik even, ja, even, even lek kan gaan. Even lekker weekendje kan spelen. Nou, is niks waard. Hoop weg ermee. Laat plekje. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vonden. Humans was zeker lekker. En uh, Sterling ook helemaal niet ontevreden mee. Maar uh, het had natuurlijk wel beter kunnen. Ik had eigenlijk wel wat meer verwacht om eerlijk ik werkzaamheden. Ik had echt meer verwacht. Zeker uh, met die, die untradeable packs. Oh, kijk, Lucas nog. Uh, die is uh, 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 niks waard. Zoals <laughs> ik ja. al dacht. Oh, die is echt gewoon nog minder waard dan niks. Gewoon oprecht 700 coins of zo. Ik heb er weer 10. K? Huh? Hoe kan dat nou? Ik had er 7. er 15? Oh, oké. Okay. Dan ga ik hier heel snel doorheen. Ik ga ze allemaal openen, mensen. Geen zorgen. Kaak. 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 Heel slecht Besef deze packs Dit is echt ongekend dit hoor Ah eh nou 3k lekker Yes Come on! Gewoon geen 1 Walker In 15 van die packs Het is ook echt om te janken Waarom openen mensen deze dingen Ze zou voor die special packs gaan door mensen Dat is echt veel lekkerder Dit is de laatste Mensen ik heb deze video leuk vond Doe een duimpje omhoog Als jij wil dat ik Oh we gaan worden Oh Was die aan? Oh CV Oh 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 Zaad Ja verliepen. Ja, ik hoop dat je het leuk vond doen. Dijk je wil ik gaan livestreamen uh, morgen. En dan zie ik jullie weer bij of een livestream of een nieuwe video. Ik, uh, ik zie het wel. Ah, doei! De route. Doei! Wil je meer van ziekte hier heel hier? En wil je abonneren? Kan ook klik hier. Oké, okay, dat uh, was uh, lachen en uh, gezellig. En de route.